Okay guys, welcome to the most awesome subject there is, namelijk geschiedenis, hè, het leukste onderwerp wat er bestaat. Zoals jullie ongetwijfeld weten moet je met geschiedenis ontzettend veel lezen, maar je moet ook heel veel dingen goed bekijken. And what we're going to do today is a little bit of historical research, dus echt een beetje onderzoek naar geschiedenis. We're going to talk about gods and myths, goden en mythen. Jullie hebben allemaal een envelop voor je en in die envelop zitten... En je mag nog niet kijken. Er zitten 10 stukjes tekst. Zo. Ze zijn helemaal niet groot. En die 10 stukjes tekst die moet je straks allemaal een beetje gaan lezen. Maar die 10 stukjes tekst moet je straks gaan verbinden aan een van deze 10 afbeeldingen. Maar dan moet je even goed opletten. Want er zijn ook bepaalde stukjes tekst bij die helemaal niet horen bij een van deze afbeeldingen. Die heb ik gewoon verzonnen. En er zijn ook bepaalde afbeeldingen hier zo, die worden helemaal niet beschreven in deze tekst. Dus je moet goed kijken, goed lezen. En als het goed is, kan je aan de hand van deze afbeeldingen zien bij wie welke god, bij welk stukje welke god hoort. Ja? Let's go. And think about it, hè? You have to read and you have to look. You can also just walk to the board. Hè? Je mag dus ook gewoon naar het smartboard lopen, als je dat wil. Als je het even beter wil bekijken, want je moet echt op de kleine details letten bij sommigen. Look at the details. Kom op, hè. Deze weet ik, maar ik ga hem gewoon als deze. Hoe gaat het bij jou, June? Goed. Ja? Wat ga je doen dan? Ja, en hoe kan je nou zien bij welke hoort? Deze weet ik al, dat is 1. Die ken je uit je hoofd? Ja, en dat is 4. 4, waarom weet je dat? Waarom denk je dat? Omdat er zee staat. Welke is dat? Ja, ja, goed zo. En die is een soldaat. Ja, hè? Oké, jongens, jullie hebben allemaal super goed gekeken, super goed gelezen ook vooral. En als het goed is, hebben jullie ook nu allemaal de goede antwoorden gevonden, want jullie zijn super slimme kinderen. Laten we beginnen bij number one. Welke is dat? 6. Heel goed, lekker. Nummer 8. Alles. Heel goed, jongens. Lekker bezig. Thank you very much. You made a good effort. Jullie hebben het echt hartstikke goed gedaan en jullie hebben hard gewerkt. En ik wil jullie bedanken voor deze leuke les en ik zie jullie de volgende keer weer. Yes? Oké, doei.